1, 2, 3. De Achterhoekse Rainbow Band, een orkest bestaande uit 40 leden met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een nieuwe repetitieruimte. Als er voor september geen nieuw onderkomen wordt gevonden, betekent dat waarschijnlijk het einde van de Rainbow Band. Er is hier in Lichtenvoorde eigenlijk weinig ruimte meer, want een repetitieruimte zou wel kunnen, maar we zitten met opslagruimte en die hebben we ook nodig. Zodoende wordt het echt een probleem, ja. Al meer dan 25 jaar is de Rainbow Band een begrip in de Achterhoek. Normaal gesproken treedt de band meerdere keren per jaar op en stonden ze in 2013 zelfs met de band Jovink op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Voor 45.000 mensen, nou, dat was geweldig. Dus heel fijn, een hele mooie ervaring. Maar nu hangt de toekomst van de Rainbow Band aan een zijden draadje. Als er voor het einde van de zomer geen geschikt onderkomen in de buurt van Lichtenvoorde is gevonden, ziet Tony het somber in. Dan ben ik bang dat we de stekker eruit moeten trekken dan het gewoon gebeurd is. Dan duurt het gewoon te lang. En dat is een scenario waar de leden van de Rainbow Band nog niet aan willen denken. Ja, het zou gewoon heel jammer zijn, want ik zit er nou zo'n 25 jaar bij. En dat zou gewoon heel jammer zijn. Maar ik wil jammer als wij dat gaan stoppen, maar ja, daar word ik niet anders van. Gaat hier een stekker eruit. Dus dat wil ik niet. Ik wil zo graag hier blijven. De gemeente Oost-Gelre laat weten zich maximaal in te spannen om de band aan een nieuwe repetitieruimte te helpen. Daarmee hoopt Tony op een zekere toekomst voor de Rainbow Band. Als je een band zo moet verlaten, daar heb ik nou geen idee van. Hartstikke goed. Hartstikke goed.